Ik sta hier voor een container die aandacht vraagt voor de zaak van Asia Bibi. De zaak is bekend, al jaren in de gevangenis, omdat ze iets zou hebben gezegd over Mohammed. Vals beschuldigd door haar buurvrouw en nu vanwege haar geloof vervolgd en in de gevangenis als moeder van een aantal dochters. Echtgenote staat er alleen voor. Ik heb haar een paar jaar geleden, althans haar man, kinderen mogen bezoeken. Zeer triest situatie. Veroordeeld vanwege de blasfemiewet in Pakistan. Een wet die heel makkelijk mensen, ook als ze vals beschuldigd worden, in de gevangenis veroordeeld krijgen. En daarom zet ik me eigenlijk namens de ChristenUnie al jaren in voor Asia Bibi, maar voor vele andere geloofsgenoten, ook in Pakistan, in Egypte, in Irak en Syrië, om op te komen voor onze geloofsgenoten. Ook nu, op dit moment, net voor kerst, wil ik u dan ook oproepen om te blijven bidden voor onze broeders en zusters die elke dag nog vervolgd worden, zo'n 200 miljoen in de wereld. Blijft u voor ze bidden, probeert u organisaties die hen ondersteunen ook financieel te steunen en laten we zo gezamenlijk ons blijven inzetten voor onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege de naam van Jezus.